We staan hier in het mooie Roosendaal, want een aantal dagen geleden verscheen deze video op Dumpert. Hoi. Hoi. Zijn mijn sleutels nou weer? Je ziet hier altijd alles kwijt. Waar zijn mijn sleutels? Hoog tijd voor ons om vader en zoon eens even te bezoeken. Rustig. Hoe heet jullie? Rogier. Rogier. En Bas. Bas. Nou, het ziet er wel heel vredig uit, gelukkig. Maar ja, gelukkig wel. Het is ook eigenlijk wel heel vredig tussen ons, hoor. Jezus, Bas, ruim je dat zo meteen wel op? Ja! Waar kwam de inspiratie vandaan? Ja, ik kwam gewoon thuis en ik zat een beetje op TikTok te scrollen. En ik kwam iets soortgelijk tegen. En mijn vader zat op de bank en ik zei, hey papa, gaan we er eentje maken? Hij zei, ja, is leuk. Heb je zelf geen sleutel bij of zo? Oh, ja, maar ik had geen zin om open te doen. Ik had niet verwacht dat het zo enorm explosief op social media gedeeld zou worden. Maar je doet het ook mega goed. Ja, omdat een gedeelte ook best wel klopt. Oh, heb je het grote kereltje weer, hoor. Heb je vaker geacteerd of acteerdingetjes gedaan? Nee, dat niet. Ik heb zelf wel ook een YouTube-kanaal, maar dat gaat over geocaching. Dus misschien dat ook meescheelt in het een beetje doen alsof, een beetje overdreven doen. Was eet je thuis vanavond? Weet niet. Mensen vonden je vader ook wel een beetje op hand stil lijken. Ja, die verlegging, ja. Ik snap hem niet. Nee, die snap ik ook niet. Heel veel mensen zeggen het maar. Wat ga je doen? Weet niet. Wat ga je eten? Weet niet. Meer het soort van verveelde gezicht of zo. Dat was het volgens mij meer. Kun je dat gezicht nog een keertje nadoen? Ja, gewoon als een puber, hè? Zo, hè? Ja. Zeg nou een keer, wat ga jij doen? Nee, weet ik gewoon niet. Ik zat dus ook te denken, is het nu niet tijd voor payback time? Dat we je vader eens even te graas gaan nemen. Ja, dat lijkt me wel een goed idee, ja? Eigenlijk. Ja, dan gaat hij dus zitten en is zo... Zo, ja. Ja, en dan gaat hij uiteindelijk opstaan en dan... Ja, gewoon de buren moeten het horen, zeg maar. En als hij dan ook in de tuin zit, ja, ik denk dat... Alle vaders dat wel doen, dan is het niezen, maar echt met al het geluid en dingen wat het maar kan. Je kan er een hele beat van maken, zeg maar. Bas, doe je schoenen even uit als je naar boven gaat. Hey mannen, gaan we nog meer video's van jullie zien? Ja, zeker. We gaan een nieuw maken. We hebben nog niet echt beetje ideetjes, maar dat moet wel komen. En weer met papa in de hoofdrol? Als u me vraagt, doe ik weer mee. Ja, absoluut.